even over de maanlanding hebben. En ik hoop dat deze audio dan wel goed gaat. Maar de vorige ging fout. Maar, ja. Kijk, dit zijn foto's die ik gemaakt heb toen ik in Turkije was. En diegene die je nu in beeld ziet, dat is mijn dochter. En het was warm weer, zoals je kan zien. Dit is mijn dochter opnieuw. Ja, dat is dezelfde persoon, dat kan je wel zien. Dit is ook in Turkije. In Turkije zijn ze niet per se heel netjes. Ze hebben gewoon een... hier zit een soort aquarium of zo. En dat zijn kistjes, die hebben ze niet echt meer nodig, denk ik. Deze twee blauwe kistjes. Oh, en deze is ook nog een derde kistje. En dit kistje hebben ze ook niet echt nodig. En dit houten kistje hebben ze al helemaal niet nodig. En hier zitten een paar... En dit is dus Turkije. En dit is dan een toeristisch gebied op Turkije. Dus dan zijn ze er echt heel erg netjes vanwege de toeristen. Dus je kan je afvragen hoe het in de rest van Turkije eruit ziet. Dit is mijn moeder trouwens. Dat is mijn moeder. En dit is dus mijn dochter. En dit zijn nog steeds diezelfde schoenen. Ja. En dit wat je hier ziet liggen is dus gewoon de bekende Turkse puinhoop die je er overal ziet liggen. Ah, het is allemaal heel relaxed daar, hè. Dit is een hele mooie parkeerplaats. Dit is echt een goede auto. En ja, dit is dus nog steeds mijn dochter. Dit is echt typisch Turkije. Hier ligt een pijp op de grond. Die komt zo dadelijk iemand ophalen, denk ik. Die zegt, hé, waar is mijn pijp gebleven? Die kom ik even halen. In Turkije doen ze gewoon makkelijk. Dus, dit is een beetje moeilijk te zien, maar hier zit mijn dochter in het tegenlicht. Ik vond het wel mooi. Het was in een restaurant en ik keek naar buiten. En wat je hier achter ziet, dat is natuurlijk niets. Het is een gebouw van... Dit is leeg. Het is een beetje zoals Arnhem er momenteel uitziet met allemaal van die lege winkels. En dit is ook weer typisch Turkije. Wat we hier op de grond... Dit zijn, volgens mij, dit zijn gewoon bladeren die op de grond liggen. Maar dit zijn gewoon... Het is gewoon troep. Hierboven is ook gewoon troep. Er is gewoon iemand vergeten op te ruimen. En zo dadelijk gaan ze dat natuurlijk opruimen. Je zal wel een keer moeten opruimen. Ook dit weer, hè? Dat is typisch. Oh, kijk eens, en hier staat een wc-pot. Altijd handig. Waar is de wc? Oh, die staat in het schuurtje naast die. En dit is een afvoerpijp of zo. En dit... Dit is denk ik... Dit ding, hè? Ik denk dat dit gewoon... Daar heeft olijfolie in gezeten. Of zo. Dit is een stoel die ligt op zijn kant. Ja. En dit... Ja, dat is dus mijn dochter. Maar die heb je denk ik wel herkend van de vorige opname. En wat je van deze opname goed moet onthouden is de scherpte. Deze opnames zijn gemaakt in Turkije in 2011. En die heb ik gewoon uit de hand genomen zonder een statief. En ze zijn genomen met een Leica. Dat is natuurlijk wel een goede camera. Maar dan wel een Leica van was 600, 700 euro of zo. Niet echt overdreven duur. En dan gaan we nu kijken naar de kwaliteit van het fotomateriaal. Wat ons gaat doen geloven dat wij naar de maan geweest zijn met de Apollo 12. Goed, nog een keer herinneren wat de scherpte was van die foto's die ik net maakte. Net liet zien. Oké, dan gaan we nu wat Apollo 12 dingetjes bekijken. Ik pak me gewoon de eerste. Earth, November 14th, 1969.
3 astronauts with spacesuits, food, water, and a battery of scientific and communications equipment, prepared to fly to the moon. Kijk, wat je tot nu toe gezien hebt, is dus geen bewijs dat ze op de maan zijn geweest, hè? Want deze foto, die kan iedereen maken. En die eerste foto, deze. Even kijken waar die was, hoor. Deze foto. Dit is geen bewijs dat de Apollo 12 op de maan was. Hè? Want deze foto krijgen we de hele tijd te zien. En dan gaan we eventjes... Want de Apollo 12 had een groot probleem. Want het regende heel erg die dag. The ship that would carry them into space was designed to launch in any weather. But how would it respond to a powerful electrical storm now gathering above the launch pad? Dit ziet er heel mooi uit, maar dit is geen bewijs dat je naar de maan geweest bent. Hè? Kijk eens, en dit is de maan achter de bomen. Dit is geen bewijs. Kijk, en dit is het bewijs dat ze een kamer vol hebben weten te stouwen met allemaal computermonitoren. En mannen van een jaar of 40. En dit is een bewijs dat ze een of andere constructie gemaakt hebben die dan opzij kan waaien. En dan komt er allemaal, oh jee, deze camera staat heel dichtbij, vind je niet? Zo, ik net al, man. En deze is natuurlijk de Saturn, hè? De Saturnus-raket. Jeetje, man, een vloeistof, vloeibare zuurstof, liquid oxygen. And to send the spacecraft up 67 kilometers above the Atlantic Ocean. 67 kilometer boven de Atlantische Oceaan. When it reached an altitude of 2000 meters, something unexpected happened. Ja, nu komt dus een drama, mensen. Racing through the stormy environment. En we gaan eventjes stilhouden. Bij dit camerabeeld. Welke camera heeft dit zo weten... Dit is scherp. Zien jullie dat? Dus deze camera stond op een statief. En deze dan. Ook, hè? Maar het is wel een hele andere. En in de tussentijd is er iets gebeurd. En hier links, ik kan het niet goed aanwijzen met mijn muis nu, maar hier zit iets. Wat doet dat daar? Wat is dat? Kijk, dit is ook een hele mooie foto. Maar dat is geen bewijs dat je naar de maan bent geweest. Het is gewoon maar een foto, het is geen film. Kijk, en nu hebben we weer een film. Maar een film van wat? All of the spacecraft circuit breakers shut off. The tracking system was lost. Kijk, en nu krijg je, hoor je de muziekje op de achtergrond? Kijk, en deze foto. Kijk, ik kan ook, als je mij genoeg geld geeft, zet ik ook allemaal van die dingen neer en allemaal vrijmetselaars erin. En dan gaan we even een rituaaltje doen. En die mannen op de achtergrond, die kijken de verkeerde kant op. Die mannen die hier staan, die zitten allemaal... Oh nee, er is een blikseminslag geweest. En die mannen daar, zien jullie die? Die kijken gewoon terug. Die maken zich niet zo'n zorgen. Dit is geen bewijs dat je op de maan bent geweest. A young flight controller in Houston, Texas. Kijk, en dit is ook helemaal niks. Dit is ook weer een foto. Astronaut Alan B. On how to turn on an auxiliary power system. The mission was back on track. Okay, en dan zien we hier dus. All systems appear to check out, and flight control. Je ziet hier dit ding door de ruimte zweven.
En je ziet hem daar zo zitten en zo. En allemaal zero gravity of zo. Mooie opname, maar hoe zag het er eigenlijk uit tijdens de lancering? Control officials gave the crew the green light to leave Earth. Kijk, en deze cameraopname. Hoe is die gemaakt? Ja, dit is een camera die hing aan de zijkant van die raket, volgens mij. Dus er hing een camera aan de buitenkant van de raket. Zo, joh. Dat moet een stevige camera geweest zijn. En dat was ook nog een kleurencamera. En de opname is scherpe. Vooral de opname van deze twee dingen. En dit, deze constructie, dat is de onderkant van een hexagon. We have data and thrust is go. Brian looks good. The astronauts were not told of concern that the lightning strikes had damaged the pyrotechnic system used to deploy the parachutes that would ease them back through the Earth's atmosphere. Okay, everything's sticky boot. Good show. If that system failed, the astronauts would not return alive. Apollo 12 moving into dock with the lunar module. En hoe ze dit nou precies gedaan hebben? Its share of perils, not unlike those faced by a long line of advanced explorers. Hier zit dus een astronaut zichzelf te scheren. Dat is al eerder gebeurd bij die andere space missions. Restless spirit propelled them into the unknown. Dat je gewoon kan scheren in space. This one, however, was backed by years of technology development, test flights, astronaut training. Kijk. Dat ding dat drijft. But hundreds of thousands of kilometers out in space, the three astronauts were pretty much. Zijn mond gaat heel snel op en neer. Dat wel. What made Apollo 12 unique was the friendship and chemistry of its crew. En dit is weer gewoon een foto. Conrad, Bean, dit is geen bewijs dat je op de maan geweest bent. Denk nog even terug aan die foto's. Oké. Dit is een hele mooie. Deze camera. Die ik nou met mijn muis aanwijs. Ja. Scheisse. Even, sorry hoor. Deze camera, dat is een Hasselblad. Dat geldt als een van de duurste camera's die er zijn. En die camera, die hangt dus gewoon aan zijn borst. Die camera, die moet gewoon op een statief staan. Een driepoot. Dan krijg je mooie opnames. Als ik in Turkije heb ik alles uit de hand genomen. En daarmee was ik gewoon gedoemd. Dat is ook niet zo erg daar. Maar tot sluitertijden van een 60ste seconde of een 100ste of 200ste. Dan heb je gewoon keurig nette scherpe opname. Maar als je op de maan gaat fotograferen. Dan wil je, ja, dan wil je echt scherp. Ja. En dan wil je ook met lange sluitertijden kunnen werken. Om donkere stukken te zien. Bijvoorbeeld de sterren. En dan heb je dus een driepoot nodig. En dan wil je ook opnames maken van 1 seconde lang of zo. Toch? Richard Gordon were all Navy men. Working and training together on the Gemini. Kijk, en dat ze dus Navy men waren, dat doet er natuurlijk helemaal niet toe. Want dat je bij de marine zat, betekent niet dat je op de maan geweest bent. I program. Dit is weer een foto, hartstikke leuk. Oké, nu zijn we weer binnen in de command module, denk ik. Ze hebben 400.000 kilometers naar de maan. Ze prepared to fulfill the mission's goals. One was to set up a scientific station designed to record seismic. Zie je het? Hij is weer aan het scheren. Die astronauten hadden echt een ontzettend probleem en die hadden een enorme baardgroei. Atmospheric and solar data. Ze bleven maar scheren. Another was to en hier komen die pakken weer even terug. Oké, dit is scheerder. Kijk. En hier zit iemand te trekken. En deze opname. Wat we hier zien, dit is het maanoppervlak.
En daar staat volgens mij de LM, de Lunar Module. En die camera, waar staat die camera dan? Ja. Die staat hoger dan de Lunar Module, want ik kijk van boven op de Lunar Module, denk ik. En deze opname is rete scherp, hè? Vind je niet? Is echt netjes. Alleen het wel jammer dat we die Lunar Module niet goed kunnen zien. Dat zal wel, hè? Het is maar één fotootje. Kijk, en nog een foto. Wacht even, wat zien we hier? Hier hebben we de... Oh, nee, kijk, daar staat de Lunar Module. Daar staat dat ding... Ik weet niet waarvoor dat is eigenlijk, want ze hebben de hele tijd toch contact met de aarde. Maar dit is een schotelantenne, omdat ze echt hier al vijf willen kijken of zo. En dan hier staat nog iets. Maar dat zal ook wel ergens voor zijn. Kijken of we dat gaan ontdekken. The effect of the lunar environment. Ja. Kijk, en improve of the landing. Kijk, dit is de Apollo 12. En de Apollo 11 was de eerste dat ze echt mensen op de maan gingen zetten. En de Apollo 12 was 5 maanden later. Deze is het nog een keer. En wat je nu gaat zien, want die landing van de Apollo's, dat is steeds hetzelfde beeld. En er zit een octogon in. En dan moet je gewoon goed kijken. En het is een onaffe octogon, maar die zit er iedere keer in. Het is nooit een helder beeld. Dus denk aan die foto's die je net zag van Turkije. Dat waren gewoon normale foto's. Maar deze niet. To improve on the landing of Apollo 11 just 5 months before. Dropping down. Kijk, deze bedoel ik bijvoorbeeld. Hè? Dus deze afgrenzing hier. Waarom is dat? En wat is dit voor een ding? En hoe zit... Wat is dit nou eigenlijk precies? Want dit zal dan wel een krater zijn. Maar is dit dan ook een krater? En dit? Weet je, het lijkt net alsof het licht van de andere kant komt. Hè? Of zit je te kijken naar een pannenkoek met kuiltjes en bobbeltjes... Want ik vind dit er dus niet uitzien als een krater. Ik vind dit eruit zien als een bobbeltje. En die ook. En dit ook. En die ook. En die ook. En bij die kan ik me dan voorstellen dat het een krater is. Maar dan zou het licht van de andere kant moeten komen. Dit moet de maan zijn. Want ik heb dit nog nooit op aarde gezien. In the sea of tranquility. Pilot Neil Armstrong. The Sea of Tranquility. Found himself heading straight for a crater full of boulders. He had to fly over the planned landing site and find a new one. Kijk, en hebben we hier links onderin. Now kilometers beyond the target, the lander. De ondertitel zit een beetje overheen, maar hier zie je weer zo'n ding erin hangen. Bald Eagle was literally running out of gas. With less than 30 seconds of fuel left, Neil Armstrong and Buzz Aldrin finally touched down on a landscape obscured by dust stirred up by the vehicle's thrusters. Ja. Dus wat ze hier zeggen is dat ze bij het landen last hadden van stof. En nu gebeurt er iets heel raars. Kijk. Deze opname, nog even naar kijken. Ja. Dus, dit is gewoon een foto. En deze is weer terug naar voordat ze geland waren. Kijk, en deze opname, waar komt die vandaan?
The science pointed to a region known as the Ocean of Storms. Welke command module heeft en deze opname dan? Here, the landscape is dark. From lava that cooled to form its flat expanse billions of years ago. Hoe hoog? Het is een hele hoge opname. An impacting asteroid had hollowed out Copernicus crater, perhaps showering the region with rocks blasted out from Welke maanlander heeft deze opname gemaakt? To sample this okay, hier gaan we weer over de maan heen zwaaien. The astronauts sought to land at a series of smaller craters about 45 kilometers away. En wat is dit? Wat is dit? After a journey lasting 83 and a half hours, the crew fired the spacecraft's engine to go into an elliptical lunar orbit. En deze opname is volgens mij gewoon vanaf de aarde gemaakt. Put the spacecraft into a circular orbit 111 kilometers above the lunar surface. En dit is dan weer heel raar. The next day, Pete Conrad and Alan Bean entered the lunar module Intrepid. Separating from the command module, they dropped en deze, kijk, their target. Hier heb je hem. Ik kan de ondertitel niet helemaal weghalen, maar wat je hier ziet, dat is de octogon. De achthoek. Dit is de eerste, de bovenkant, hè? En dan heb je de tweede, de derde en de vierde hieronder. Dat zijn dus 1, 2, 3, 4, dat is het kruis. En dan heb je die en die en die en die. En wat je hier ziet, dit is een mooi uitgelicht object. En daaronder zit oersoep. Waar komt dit licht vandaan? En hoe is dit gefilmd? Er was dus een man en die had een camera. En die zat door een achthoekig venster te kijken. En die zag precies dat ding in het midden hangen. Geloof je dit zelf? En wat zijn die dingetjes die eronder hangen? Wat zijn deze dingetjes? Kijk, en deze dus. Dit is dus de lunar module. Ik zal hem even terughalen. En dit is de lunar module aan het landen. Wacht even hoor. Ietsje terug nog. Dit zijn weer die rare dingen die eronder hangen, waarvan ik echt niet weet wat het is. Die dingen. Ik zal zo snel mogelijk op de spatieballen drukken. Deze, kijk. Wie, oh wie, heeft dit gefilmd? Dit kunnen niet die mensen zijn van de lunar module, want die zaten erin. En het kan ook niet zijn van de command module, want die zat erboven. Come on down, okay. 10% fuel. 200 feet, coming down at 3. Come on down, okay. En hier heb je weer een incomplete octagon. Come on down, 180 feet. Of een hexagon, zeg maar. Get some dust. 130 feet, 124 feet, 20 feet coming down at 6. Got 9%. Die rare schaduwen erin. 96 feet coming down at 6. Slow down at 10%. Zal allemaal wel kloppen. En nu komt het stof komt erin, alles wordt vaag. Oh jee. Pete Conrad would rely on improvements in the ship's landing radar to find his way to touchdown. Hier komt de stof naar binnen. Hè? Stof, stof, stof. Oh jee, volgens mij zijn we bijna geland. Ja, nee, dit moet een landing zijn. Ja, dit kan niet anders. Zoveel stof. Hè?
Zo, wat een stof. Ja, dit zijn stofwolken, man. Echt, ja. Man. En dan krijgen we deze opname. En wat zien we hier? Hier zien we twee strepen. Van de zon, neem ik aan. En daar links, daar zit iets van goud. Zo. Er zit geen stof op, hè? Dus, Now they prepare to climb down the ladder to experience. Ja, dit is een geweldige foto natuurlijk. Ja. Gewoon, dit kan nooit in een studio genomen zijn. Dit is onmogelijk. Dit soort foto's kan je alleen op de maan maken. Oké, kijk, maar kijk hier. Hè? Kijk, hier zien we het echt. Dit is de kwaliteit van het, is de film, het filmmateriaal. En het had natuurlijk te maken met op de maan heb je geen atmosfeer. Daar kan je geen goede video's maken. Dat ziet er altijd zo uit. Nee, dit was natuurlijk live uitgezonden en daar hadden ze atmosferische storingen. Behalve natuurlijk die opnames die je net zag. Hè? Die waren wel scherp. To keep it pointed away from the sun. Wacht eventjes. Oh, nu zijn we weer terug op aarde. Oh, wel weer atmosferische storm. Oh. Jezus, mijn Christus. De hele video viel uit. Oh, terug op de maan. Kijk, en dit is wel iets voor jullie om ook even op te letten. Kijk. Dit is een astronaut, dat zijn je met me eens, hè? En die is dus maximaal 1,80 meter of zo. Of een, met het hoedje erop 1,90 of zo. En dan zie je, dit is zijn schaduw. En dan mogen jullie met me gaan rekenen. Ik denk dat het 1, 2, 3, 4 keer zijn schaduw is 4 keer zo lang dan hij zelf. En dan moet je weten, op de maan, dat duurt een dag iets van 4 weken. En voor degenen die onder jullie die wel eens ongesteld worden, die mogen snappen wat dat betekent. Maar het duurt 4 weken, dat noemen we een maan. Dus ze waren op de maan op de zoveelste dag. Zie je dat? Want je hebt ook volle maan. En als je volle maan hebt, dan heb je niet zo'n lange schaduw. Hè? Dus we weten nu kan je uitrekenen hoe vol de maan was. Toen ze daar waren. Maar dat was dus geen volle maan. We gaan die schaduw even in de gaten houden. The astronauts spent the first of 2 4-hour moonwalks setting up science and communications equipment, taking photographs and seeing what was there. Kijk, deze foto. Dat is dus een foto van jezelf, zullen we zeggen. Want die is gewoon een foto gemaakt van de spiegelende voorkant van een astronaut. En we zien hier de Hasselblad. Van de, dus daar dus ook. Dus de vraag is dan natuurlijk van, maar het zal wel zijn Hasselblad geweest zijn die deze foto gemaakt heeft. Van een man met een Hasselblad. Ik vind deze foto, en vooral die kruisen erin, dat is natuurlijk geweldig, en daar zit ook een kruis. Hè. Ik heb het allemaal heel netjes gedaan. Het punt wat ik heb, is dat astronautenpak van die man, dat had ik ook op aarde kunnen fotograferen. Dus als we naar de maan gaan, dan wil ik graag foto's van de maan. Denk terug aan die foto's die ik liet zien van mijn dochter. Mijn dochter staat wel op die foto's. Maar het waren foto's van Turkije. En dit is geen foto van de maan. Dit is een foto van
Ja, dit is best wel ingewikkeld geweest. En hij kan ook eigenlijk niet gemaakt zijn. Ja, hij is gemaakt door een, niet door een van deze twee Hasselblads. Dus die Hasselblad die hier op zijn borst hangt. Hè? Dat is van de. Dat is dus deze Hasselblad. Hè? Dus deze astronaut, deze Hasselblad, hè? Dat zie je hier. Maar deze Hasselblad, die kan zichzelf niet fotograferen. En die Hasselblad, die staat te laag. Want ik kijk deze astronaut op zijn kop. Dus de Hasselblad, als het een Hasselblad was, maar de camera die deze foto heeft gemaakt, dat was dus een andere camera dan deze camera of die camera. Jullie, als je goed naar mij luistert, leer je echt heel erg veel van wiskunde en natuurkunde en waarheid. En hopelijk leidt dat tot nog meer. Kijk. Dit zijn gewoon foto's. We doen net alsof het een filmpje is. Kijk, en dit is dan weer die Amerikaanse vlag. En dit is gewoon helemaal niks. Dit is een grof. Dus deze opname is, dat noemen wij grof korrelig. En wat voor een ding, dat hangt dan linksboven hier ergens, is een ding. Wat dat nou weer is. One was a series of mounds out in the open, perhaps made up of material ejected from the craters upon impact. Hey, there's another one of those mounds over there. Where? Hey, you're right. What do you think they are? I don't know. Here's the what they are. They're... 2.5 hours into the moonwalk. Hey. Okay. The astronauts flipped. Het leukste zijn de filmpjes. Als ze gaan struikelen. Dit zijn gewoon foto's. En dit is bullcrap. They opened an unlikely page. Placed there. Kijk eens, wat zien we hier? Kijk, dat zijn volgens mij tieten. Denken jullie niet? Interesting hills and valleys. By the Apollo 12 backup crew. This little prank hardly distracted from their central goal. Kijk, en over die lengte van die schaduwen. Dit is dus een flagpole, een vlaggenstok. En dit is de schaduw ervan. En ik heb net verteld dat die schaduw van die astronaut, kijk, hier zie je dus een astronaut. En zijn schaduw is 4 keer zo lang. Maar die schaduw. En ik heb ook het idee dat deze schaduw die loopt naar links. En deze schaduw gaat recht vooruit. En die schaduw loopt eigenlijk een beetje naar rechts. Ik wil niet gaan neuken op laag water. Dat is een grapje. To walk among the craters, making observations and picking up rocks. That was part of dit is ook een hele mooie opname. Scientific quest of the Apollo program. Kijk, en deze opname. Wie heeft deze opname gemaakt? Where the moon came from. At the time, there were 3 leading theories. En deze dan? The so-called fission theory, championed by George Howard Darwin, son of Charles Darwin. Kijk, en dit is de familie Darwin. En die zou je moeten leren kennen. Die zijn verantwoordelijk voor dat, die hypothese dat het leven, dat is puur toeval. Het leven heeft geen bedoeling. Het is alleen maar toeval, een kwestie van kans. Held that the moon was once part of the earth, cast off by the rapid spin of its young parent. That might explain the Pacific Ocean. Kijk, en dit, wat je hier ziet, dat zijn natuurlijk geen filmopnames. Dit heeft gewoon iemand in elkaar geschilderd. Dit then ook natuurlijk. There was the capture theory. En dit ook. Which held that the moon was a wayward dit is niet gefilmd door een Moonlander. Moonlander. Masjoel.
Dit is bullcrap. Dit is gewoon een foto van iemand. Ja, je kan een foto maken van een man in een uniform. Dit is een vloeistofdia. Dit is ook helemaal niks. Dit heeft nooit plaatsgevonden. In that case, dit is weer een close-up van een stuk pizza. Ja, pizza. Gips misschien of zo? Of geëtst staal? Het licht komt van rechts in ieder geval. Oké, we zijn terug op de maan, mensen. Day two on the moon. Is het een film? Oh, dit is weer een foto. Van een film. Ja, kijk onderin. Ja, dit is echt een geweldige film. Kijk eens. Eindelijk, oké. En nou zijn die schaduwen weer lekker lang. The suits they wore had been built for spending time on the moon's surface, with five layers stitched together to maintain constant temperature and air pressure. Vijf lagen zitten er in een spacesuit. Ik heb het jammer. Nou weer alleen een foto. Dan gaan we even naar deze foto kijken. Kijk, deze Hasselblad, die kan deze foto niet gemaakt hebben. Dus dan moet deze Hasselblad moet het hebben gedaan. Die op zijn borst hangt. En die zit dus iets onder deze spiegel te mikken. Ja, misschien dat het kan, hè? Wat denken jullie? Maar die schaduw is in dit geval twee keer zijn lichaamslengte. Dus deze lengte en die lengte van de schaduw. En hij staat niet tegen een heuvel op. En dit is dan denk ik die lunar module, denk ik. On the outside was a shell to protect against micrometeors that routinely batter the moon's surface. Micrometeor. Oké. Kijk, hier is weer een hele lange schaduw. That this outer layer quickly sustained damage. And so fine. Kijk eens, wat een mooie schoenen ze hadden. Dit is weer gewoon een foto, die wordt langzaam voorbij geschoven. Gewoon een foto gemaakt van een stuk pizza. Oké, hier, deze is dan weer onscherp. Dit is een onscherpe foto. Along the way, there were pictures to take. Samples to collect. En deze foto, hoe is die gemaakt? Hè? Dus hier is weer die Hasselblad van die meneer. Maar deze Hasselblad kan deze foto niet genomen hebben. En deze meneer moet dan die foto genomen hebben. Maar ze hebben gewoon foto's genomen van elkaar. En dan hier heeft hij dan een dingetje beet. Zoals van ein Prosit, mein Lieber, of zo. Het is ook een mooie. Kijk, het is hard werk op de maan, hoor. Kijk eens, oh jee. It was a world filled with optical illusions and strange juxtapositions. Kijk, en dit, kijk deze plek hier, dat noemen ze een hotspot, dat is de Engelse term. Hè? En deze schaduw valt zo, en die schaduw valt zo. Hè? En dit oppervlak, wat je hier ziet, dat is zo goed als vlak. Hè? Dus er is geen verklaring voor het feit dat deze en die schaduw converteren, naar elkaar toe gaan. Anders dan dat er dus aan de rechterachterkant en aan de linkerachterkant, daar staan hete lampen en die creëren deze lichtvlek. Want hier is het donker. Deze schaduw gaat naar links, die schaduw gaat naar rechts. En deze recht vergaat. The lunar landscape appears monochromatic, a bright gray. With no atmosphere, the light is harsh, with shadows cast in deep black. Ja, dit is helemaal niks, dat kan ik ook zo maken. En hier zie je dan van die voetaf,
drukken, hè? But close up, maar dit is weer van boven. Dit ook weer van boven. Dit is weer die andere, maar die... Dit is weer zo heel vaag. That was hollowed out by a huge impact and filled with lava. Finally, the team arrived at Surveyor. They cut off select components to take back to Earth. Het leukste is als... Oké. Lodged in the camera was a colony of bacteria. Jezus. Did it sneak into the component upon its return to Jezus. Earth? In de camera. Bacteriën. En die hebben ze ook gefilmd, hè? Dat zag je net, hè? Ze hebben ook een film gemaakt van die bacteriën. Or had it somehow survived for 2.5 years on the moon? To this day, no one knows the answer to this intriguing question. Okay, let's head for Blocky Crater. Okay. One final stop remained. Block Crater. Where a basketball-sized impactor had exposed the lunar bedrock, leaving a wealth of new samples. Jeetje. One rock they picked up is known as creep. Oh. For potassium, rare earth elements, and phosphorus. Jeetje. It's thought to be a piece of bedrock. Wat is dit dan? Ook. Tijdens de Apollo 12. Hebben ze ook nog even een opname gehad. Ik denk dat dit de zon is. Wat denken jullie? In years ago, on a lunar surface that was entirely molten. Oh nee, nee, dit is niet de zon. Oh nee, 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 het is gewoon de maan natuurlijk. Just a few years later, this evidence would coalesce into a radical new idea of the moon's origins. At the dawn... Wat je net trouwens zag. Dit, wat je nu ziet, is een volle maan, hè? Is een volle maan en die draait in de rondte. Zien jullie dat? Ik zal hem er even terughalen. Het is een volle maan. Ja? Want je ziet dus zowel links als rechts, dus zie je allemaal licht, hè? Wij noemen dat een volle maan. En je ziet dat hij in de rondte draait. Evidence would call it en dat is niet zo. Want als wij een volle maan zien, dat is de enige. De enige dag, de enige week. Hoe lang duurt een volle maan eigenlijk? Maar het enige moment waarop we alles van de maan kunnen zien. Want soms zien we zelfs helemaal niks van de maan. En dat noemen wij nieuwe maan. En dan hebben we ook nog halve maan. En dan zie je maar de helft van de maan. En bij volle maan zien we het geheel van de maan. En het merkwaardige is, we zien altijd alleen maar dezelfde kant. Dus wat we hier zien, dat kan niet. Ja. Daarom hebben we het ook over de donkere kant van de maan. One rock they picked up is known as creep. For potassium, rare earth elements. Even terug dan. Kijk. This evidence would coalesce into a radical new idea. Hoeveel graden zie je hier draaien? Je ziet gewoon de achterkant van de maan. Hè? Dit is natuurlijk niks. Hè? Dit is gewoon een of andere. Dit is gewoon niks. Dit is een artist impression of the universe of zo. En Stanley Kubrick kon dat beter, hoor, dan dit. Dit is ook helemaal niks. Dit is gewoon een bolletje, weet ik veel. Oh jee, nog een bal. Oh, nog een bal. Oh, boom. Oh, boom. Boom. Boom, boom. Boom, 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 boom. Dit is allemaal niks, hè. Je had... Vroeger hadden we, voor de kinderen hadden we sprookjes van mevrouw Holle of zo. Dit is helemaal niks. The debris began to coalesce in Earth orbit, forming the moon.
Dit noemen wij een hypothese, een fantasie. Deze opname bewijst ook niet dat wij op de maan geweest zijn. Dat is allemaal jammer natuurlijk. Ja, deze snelle opname slaat ook helemaal nergens op. Maar wel staat de maan hier dan gewoon stil. Dit is precies zoals het is. Oké, nu weer een opname van boven. Dit is de camera, die staat bovenop de Lunar Module. Ze hebben dus 75 pounds, dat is dus 30 kilo aan rotzooi meegenomen. Oké, en deze opname die hebben we al gezien. Dat is een artist impression. Oké, nu gaan we opstijgen, mensen. We gaan weer terug naar huis. Kijk. En deze opname zie je weer de octagon. En deze opname kan natuurlijk niet. Want wie heeft dit gefilmd? The lander rose up to join the command module. Docking. Wat een bullcrap is dit dan? Kijk, en dit is wel een mooi beeld. Die ondertiteling zit een beetje in de weg, maar wat je hier ziet, dat is dat kruis. En het zit in het midden van het beeld. En dan allemaal hele ingewikkelde tsk, en dan tsk. En weer die scheve structuur. En hier is hij afgeblokt en onder. Het is een octagon. Conrad en Bean transferred their samples and equipment. Ja, dit slaat me helemaal nergens op. Sending it hurtling back down to the lunar surface. The idea was to use the impact of a crash landing to calibrate equipment that would monitor moonquakes and asteroid impacts. Oké, ze gooiden dus een stuk van hun eigen materiaal terug op de maan. When it hit, the impact resonated like a bell for over half an hour. Zo zeg. As seismic waves rippled through the moon's interior. Jeetje. Dus ze gingen gewoon... Kijk, er is weer een Hasselblad in beeld. Maar wat ze dus gedaan hebben... Ze hebben zo'n stuk van hun eigen apparatuur... Hebben ze afgestoten... Om een aardbeving te veroorzaken op de maan. En die... Nou, de maan die heeft toen als een klok geluid... Voor een half uur lang. Ze zeggen het... Dus het is waar, toch? Nou, deze opnames staan helemaal nergens op. Dit kan iedereen maken. Gewoon niet zo heel erg moeilijk. Hier hebben we weer de octagon in beeld. We hebben de linkerbovenkant, de rechterbovenkant, rechtsonder en linksonder zien we ook. En voor de rest zie je helemaal niks natuurlijk, hè? Not even a bolt of lightning could spoil this trip. En hier is een hele mooie. Want hier zie je dus, dat is de... Dus dit ding had aan de bovenkant een camera. Dat weet je nu. Maar die camera hebben ze pas aangezet toen die parachutes opengingen. Waarom zou je die camera eerder aandoen? Kijk eens. Man, splashdown. Oh. En hij heeft dus een... Hij is bang vergiftigd te worden. Of zo. Hij heeft dus een... hij ook. Ja. Iedereen is bang voor... Jeetje, man.
His five stitches. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. En dan komen ze zelfs. What no one could forget. Ach, die een had een pleister op. With exposed film that had gotten jammed and then accidentally left on the lunar surface. Jezus, wat erg. Cameras. Well, I got some bad news for you. Some good news. The first place, the third magazine was a color magazine, and all it had on it were some shots. Conrad, Bean, and the other astronauts of Apollo will go down in history as the first to step off our planet. Kijk, en hier is weer dezelfde truc. Dus als ze dus dat glimmende oppervlak gebruiken om iets te laten zien wat in de achtergrond gebeurt. Zonder dat ze gewoon laten zien wat er gebeurt. Four moon landings later, the program faded away in the wake of declining expectations. Social discord. And the politics of those turbulent times. Ja, yes. En dit is het autootje. Het autootje dat heeft 6 miljoen gekost, hè? The incredible journey euro's of Apollo 12 en dit ook zo, kijk. Lives on as a symbol for those who may one day revive the instinct to travel beyond our planet. Kijk, dit is de astronaut in de grot. En dan hebben we hier dus wel hele slechte videokwaliteit, maar dat begrijpen jullie wel, want dit is op de maan. Op de maan kan je niet. Dit is weer een foto. Okay. Oh, dit is weer een video. Oh man, dit is zo overtuigend dat wij naar de maan zijn geweest. Maar jullie zijn natuurlijk niet overtuigd. Jullie hebben nog steeds jullie twijfels. Mag ik hopen? Dan ga ik jullie echt overtuigen dat wij naar de maan zijn geweest. Hebben jullie hem nog even? Dan nemen we deze. Even kijken hoor. Kijk, dit is de... Ja, zo'n filmpje. En meneer Bean, die, daar kunnen we nog op terugkomen. Apollo 12, hè? Nou, kijk, aan deze foto kun je gewoon zien, wij zijn op de maan geweest. Hè? Iedereen heeft zijn tanden gepoetst. Nou, deze opname is natuurlijk heel erg bibberig, want dat kan je wel voorstellen. Iedereen die stond te shaken op zijn, ja, het was zo eng allemaal, weet je wel. En dit is allemaal live uitgezonden en ja, en dan is het allemaal shake hier, weet je wel. Maar het is de stem van Jacques Koning. En hij is dan de verantwoordelijk voor de lancering. Dus... Aangezien hij verantwoordelijk is, is hij de hele tijd aan het woord. En nu van, oh, de verbinding valt weg. Oh, kut. Maar we hebben wel een andere camera nu, hè? Want wat je net zag was van bovenaf en nu is van opzij. Maar helaas, van opzij hebben we ook ontzettende atmosferische storingen. Dus, maar zo dadelijk, ik beloof jullie, het wordt een stuk beter. Wat je aan de rechterkant ziet, dat is volgens mij hetgeen wat de raket overeind houdt. En dan links, je kan de raket niet echt goed zien. Maar die wordt vastgehouden door de lanceerinstallatie. En we hebben dus 3 minuten en nog iets. Oh, het beeld valt weer weg. Hé, hey, we hebben nu die andere camera weer. Oh, gelukkig. Ja, we zijn nog geen beeld. En die andere camera die heeft dus nog steeds dat wiebelige... Het is ook allemaal live met al die atmosferische storingen. En we gaan naar de maan en dus iedereen is zenuwachtig en... Ja, dan krijg je van die dingen. Ja. En je kan de NASA gewoon... Kijk, die mensen moesten al naar de maan gaan. En je kan ook niet van de NASA verwachten dat ze er ook gewoon fatsoenlijke opnames van hebben gemaakt. Er is een grens aan wat je mag verwachten van mensen. En we hebben 3 minuten voor de lancering. Met een paar seconden of zo. Dus 3... Ja, 2 launch. Oké, 2, 5, 9... En hoe gaan we dit vol lullen, mensen? Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. Gewoon. We hebben het over AA2. Ik neem dat het... Dat zal wel het camera-identificatiecode zijn, denk ik. En de wind, die komt van rechts.
Dat kan je ook duidelijk zien, want al die meuk die uit het ding komt hier, die gaat naar links. Ook, ik krijg atmosferische storing. voordat jullie over gaan schakelen naar gewoon iets wat wel een beetje geil is. Kut. Nee, nu weer die andere camera. Maar, maar de raket zit nu aan de rechterkant. Hé, dat is apart. Net zat de raket aan de linkerkant. En nu zit de raket aan de rechterkant. Maar er spuit nog steeds rotzooi uit. En ook die ondertiteling is helemaal... Ja, ik weet niet wat voor filters ze daarvoor gebruikt hebben om dit te maken. Maar ik heb wel het idee dat deze raket de lucht in gaat. Maar, dus als jullie het nog zien... Kijk, nu gaan we weer gewoon naar binnen kijken. En dan zien we dus weer die octogonale structuren. En al die mannekes die daar zitten, met een stoeltje, die vervelen zich te pletteren. De audio valt weer weg. Shit. Anderhalve minuut, mensen. En dan gaat de Apollo 12, dus de tweede. Dus we hebben 5 maanden geleden, hebben we dus de Apollo 11 op de maan gekregen met Neil Armstrong met een grote stap voor de mensheid, terwijl het zo'n kleine stap was voor hem, ja, inderdaad. En de mensheid was toen helemaal, ja, hoe ver zitten we nou? Een minuut. Nu gaat het heel hard. Dus zag je die 595, het gaat echt nu keihard, mensen. Ja, 50 seconds. 49. En het beeld wordt alsmaar onscherper. Hè? Dat komt omdat er is een enorme mist, denk ik. Die regen was er toch bij de Apollo 12. En zo dadelijk komt die blikseminslag. Dus, we weten al van tevoren dat het ontzettend fout gaat gaan. En ja, de camera moet bijgesteld worden. Ja, en nog steeds die atmosferische storingen. En we krijgen geen scherp beeld. En, ja, dat... Het is verschrikkelijk, maar gelukkig hebben we nog maar 15 seconden. Nou, en hopelijk zo dadelijk. Ja. Oh, kijk, nu wel dichterbij. Dit gaat ergens op lijken. Ja, mensen, ik zie het echt. Maar dit is apart. Dit is op oplossing een heel scherp beeld. Met mooie kleuren. Ho. En hier verdwijnt hij dan. Ja. Kijk, en nu krijgen we de grote pingpongbal. Ik weet niet wat dit van opname is. Maar de hele tijd verschijnen er plopjes in beeld. Dus volgens mij... Ja, wat ik vind, dat als je dit soort opnames kan maken... Dan ben je gewoon aan de maan geweest. Dat kan niet anders. Die kraters, die zie je ook de hele tijd veranderen. Kratertje hier, kratertje daar. Goed opletten. Die kratertjes veranderen van plek. Hoppa, zag je er weer, hè? En de vorm die je hier ziet, dat is de octagon. Hoppa. De ene krater naar de andere. Ja. Hoe ze dit nou precies gedaan hebben? Ik denk dat ze... Ik vind het best knap eigenlijk. Ik zou er echt een wedstrijd voor uit willen schrijven van hoe hebben ze dit gedaan. Maar zonder meer iets met waterdruppels. Het kan bijna niet anders. Kijk. En nu... Kijk, en nu weet je zeker dat je naar de maan geweest bent. Dit is het bewijs, mensen. Ja, een hele scherpe opname van een raket. En daar staat op USA.
Ja, dan moet je dan even kunnen lezen. Dan moet je ondersteboven kijken. Maar dit is... Kijk, zo'n foto had je nooit kunnen maken als je niet naar de maan was geweest. Dus wij moeten naar de maan geweest zijn. En we hebben gewoon de onboard audio. Dus degene die nu nog twijfelen aan het feit dat wij naar de maan geweest zijn, die verklaar ik gewoon voor gek. Want dit fotomateriaal, dat is overtuigend. En wat we dus ook hiermee bewezen hebben, is wij kunnen niet alleen een raket naar de maan sturen. Nee, wij kunnen er ook een drone, die vliegt gewoon mee. En die drone, die kan gewoon scherpe opnames maken. Dus we kunnen niet alleen aan de maan, mensen. Wij kunnen ook nog foto's maken dat onze raketten naar de maan gaan. Ja. Ja. En zien jullie ook aan de linkerkant, hè? Dit beweegt dus echt. Hè? Dit is niet geen fake. Nee, want hier zie je die uitlaatgassen bewegen. Hè? Zie je dat? Je kan wel denken, dit is gewoon een plakplaatje. Nee, hier zie je toch die uitlaatgassen. Hè? En dat ding gaat weliswaar niet naar voren. Maar dat komt omdat die afstand is zo groot. Ja? Dus dat zie je bijna niet, dat hij beweegt. Maar hij beweegt wel. Kijk, en dit is dus... Ze hadden dus nog een drone. Dus die ene drone die hing aan de rechterkant. En deze drone die zit aan de achterkant. Hè? En dan kan je goed die uitlaat dingen zien. Hè? En dat het beweegt, dat zie je hieronder. Hè? En op zich zie je hem niet vooruit gaan. Maar dat komt vanwege de afstand. Snap je? Hier is de horizon. Ja? Oh! Oh, 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 oh. Kijk, en nu denken jullie gelijk, de raket is in tweeën gebroken. Maar dat was afgesproken werken. Dus niet in paniek raken nou. En dan gaan ze dadelijk nog, als ik zin heb, kijken of we met de Apollo 12 ook veilig thuis kunnen komen. Wie weet...